Nou, ik ben gevraagd om jullie iets te vertellen over de implementatie van de informatiestandaarden in een EPD. En dan specifiek voor het AMC en VUMC. Dat dat een traject is wat we de afgelopen jaren hebben meegemaakt. Ik zal beginnen met een korte introductie van EVA. Daar werk ik eigenlijk. Dat staat voor EPD, VUMC, AMC. Dan ga ik iets vertellen over de reis die we hebben gelopen met elkaar, het resultaat en de lessons learned, waar jullie hopelijk iets aan hebben. Programma EVA, dat staat voor EPD, VUMC, AMC, zei ik al. Ergens in 2011 werd duidelijk dat zowel het AMC als het VUMC plannen had om een nieuw EPD aan te schaffen. En op een gegeven moment hadden ze zoiets van, goh, maar zou het niet veel beter zijn als we die samenwerking daarin gaan opzoeken? Dus we begonnen eerst met, laten we samen beginnen met de requirements opstellen voor een EPD. En uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen dat het misschien zelfs beter was als we gewoon één leverancier met z'n tweeën zouden kiezen. Met het oog op de naderende alliantie en misschien later nog een fusie. Dat zal een groot deel van jullie weten, dat is best wel een heftig traject, omdat we vanuit twee verschillende uitgangssituaties zijn begonnen. Het VUMC werkte voornamelijk nog op papier. Het AMC hadden we al een groot deel, met name de polyklinische dossiers, al gedigitaliseerd. Dus ja, die uitgangspunten die moesten we eerst nader tot elkaar brengen. Uiteindelijk kan ik wel zeggen, we zijn beide live. In oktober 2015 is het AMC live gegaan en in maart vorig jaar het VUMC. Vanaf september afgelopen jaar zijn we ook geen programma meer. De programmafase is nu afgerond en zijn we overgegaan naar de lijn. Dus zijn we nu het EVA Service Centrum. Qua ambities, aan het begin van het programma hadden we een hele ruime scope, want we willen eigenlijk zowel de polykliniek als de kliniek, maar ook de dagbehandeling, spoedeisende hulp. Dus eigenlijk alle afdelingen, alle zorgverleners, maar ook het ondersteunend personeel in hetzelfde EPD laten werken. Omdat je daarmee eigenlijk die continuïteit van die patiëntenzorg beter kunt waarborgen. Dus we hadden veel ambities. Een vrij uitgebreide scope ook qua implementatie van het systeem. Maar dat bracht ook met zich mee dat we heel veel procesveranderingen teweeg zouden gaan brengen. En procesveranderingen en verbeteringen wilde je direct ook meenemen. Dus ja, je gaat ook op een gegeven moment je gebruikers, je collega's eigenlijk, een andere manier van werken moeten aanleren. En dat gaat niet vanzelfsprekend. Verder is het ook goed om te noemen dat we altijd drie concerndoelstellingen voor ogen hielden. Eén is dus medicatieveiligheid, dat is een van de speerpunten. Patiëntparticipatie, denk aan die portals, die je patiënt betrekken in het geven van de zorg. En ook kwaliteit van data. En daar komt eigenlijk die gegevensstandaardisatie om de hoek kijken. Dit jaar gaan wij ook upgraden. Dus we zijn net live, zo noem ik het. We zijn nu eigenlijk net bezig in die stabilisatie, optimalisatiefase. Om te kijken van hoe kunnen we het systeem beter gebruiken. En direct al eigenlijk bezig met planvorming voor de upgrade naar de nieuwe versie. Ik noemde het al, we hebben ook een thema beter gebruik. Want we hebben nu een systeem neergezet en we zien na een paar maanden, het systeem wordt eigenlijk niet gebruikt zoals we hadden bedacht. Dus wat hebben we nu gedaan? We hebben een project gestart om gewoon langs alle afdelingen te gaan, om te kijken waar de knelpunten liggen in het gebruik van het systeem. Een ander groot project is herstelproductieregistratie. Want omdat men een nieuw systeem moest aanleren en nog al die procesveranderingen doorgevoerd moesten worden, zie je dat ook de registratie van je productiegegevens achterliep. Dus zijn wij nu ook bezig om weer dat hele traject, dit hele proces door te nemen, om te kijken waar welk onderdeel nou precies stagneert, zodat we op een gegeven moment ook die facturen op tijd de deur uit kunnen sturen. En hier en daar waar we kunnen, nemen we optimalisatie van processen mee. Denk bijvoorbeeld aan hoe we MDO's hebben ingericht of op de afdeling hebben. Dit is het snapshot van het organigram. Ik zit bij team informatiemanagement. Daar zitten de informatiearchitecten en de businessanalisten. Wij zijn eigenlijk een adviesafdelingje. Maar we werken wel samen met alle andere teams om ervoor te zorgen dat in elk geval die concerndoelstellingen
waaronder dus ook het gestandardiseerd werken, met standaarden werken, worden behaald en niet op een gegeven moment worden losgelaten. Ik ben vanuit informatiemanagement ook erg betrokken geweest bij het opstellen van die zorginformatiebouwstenen, al vanaf het begin al. En wat ik dan doe is eigenlijk de vertaling maken naar hoe moeten we dat dan in ons EPD, en dat is dus in ons geval een Epic, implementeren. En dat doe ik dan samen met collega applicatiespecialist, omdat zij eigenlijk meer kennis hebben van het systeem. Dus op die manier wordt het een samenwerking. Tegelijkertijd, het lijken nu allemaal silo's, maar eigenlijk loopt het zo door in de samenwerking. Want hetgeen dat je hebt gebouwd, moet je uiteindelijk ook weer voor bijvoorbeeld je kwaliteitsrapportage weer uit het systeem kunnen halen. En daar komt de teamstuurinformatie weer bij kijken. Dus op die manier zie je dat al die afdelingjes met elkaar samenwerken. Kijken. Jeroen had een trappetje getekend over de stappen die je kunt doorvoeren. Ik heb er een beetje meer een cirkeltje van gemaakt. Want wij zijn eerst begonnen met het opstellen van die visie. Waar willen we staan over 5 jaar, 10 jaar, noem maar op. Vervolgens hebben we dat vertaald naar een blauwdruk van onze informatievoorziening. En dat is meer in de termen van uitgangspunten. Wij willen 1 geïntegreerd patiëntendossier hebben. Nou, wat betekent dat dan? Dat we gegevens maar op 1 plek willen gaan vastleggen volgens bepaalde definities. Vervolgens hebben we dan gekeken vanuit de blauwdruk, dus die uitgangspunten voor dossiervoering, wat voor ontwerp kunnen we maken voor in elk geval een soort van generiek dossier. Wij noemden het ons basisdossier. Wat voor alle zorgverleners eigenlijk hetzelfde eruit moet komen te zien. En toen uiteindelijk de leverancier bekend was, hebben we samen met de inrichtingsspecialisten en ook de leverancier gekeken van, goh, hier hebben we het ontwerp. Hoe kunnen we dat op een goede manier in het systeem krijgen? Of moeten we misschien ons ontwerp aanpassen? Of misschien zelfs onze visie? Want uiteindelijk zou misschien het systeem toch wel iets meer kunnen dan wat wij in onze visie hadden opgenomen. Nou, onze visie die is heel uitgebreid. Maar eigenlijk komt het erop neer 1 geïntegreerd patiëntdossier, eenmalig eenduidig vastlegging, gegevens kunnen gebruiken voor andere doeleinden. Dus niet alleen op dat moment, maar ook bruikbaar in de keten, in de zorgketen, als ook buiten de zorg. Denk maar aan je indicatoren. Je wil die gegevens ook kunnen gebruiken voor besluitvorming, je decision support eigenlijk. Ze moeten uitwisselbaar zijn met samenwerkingspartners. Nou ja, noem maar op, even kijken. 100% digitale planning, dat hadden we op dat moment ook nog niet. Dus inmiddels gaat dat weer beter. En wat niet belangrijk is, is dat portaal. Want op dat moment, toen wij hiermee bezig waren, hadden we nog geen patiëntenportaal. Dat hebben we nu wel en dan zijn we langzaam stukjes daarvan aan het uitrollen. Nou ja, wie heb je nodig en waarom tijdens zo'n traject? Je hebt als eerste een afvaardiging van alle zorgverleners en eigenlijk je gebruikers nodig. Omdat het gaat om het hele zorgproces. Die artsen die zijn belangrijk, maar je hebt ook de doktersassistenten die best wel veel werk doen. De verpleegkundigen die ook best wel veel van die registratie overnemen. Dus noem maar op. En wat absoluut belangrijk is, is dat je ook die aansluiting in de praktijk moet gaan zoeken. Want we kunnen een heel mooi systeem neerzetten dat 100% gestructureerd is. En uiteindelijk, als je geen aansluiting met de praktijk vindt, dan wordt het niet gebruikt. En dat is eigenlijk zonde van de investering die er is gedaan. Wie je ook nodig hebt, zijn beleidsmakers. Dat zijn de mensen die toch wel veel weten over wet en regelgeving. Die moeten ook meekijken om te kijken of de inrichting voldoet aan wet en regelgeving. En het geldende beleid in ons geval in 2 ziekenhuizen. Informatiedeskundigen. Mensen die die standaarden begrijpen en het ook kunnen overbrengen. Van, goh, waarom zou je dat moeten doen? En absoluut ook moeten kijken naar de inrichting van het, de impact op de inrichting van het EPD. En daarom zijn ook de applicatiespecialisten heel belangrijk. En je hebt je leverancier nodig. Want die weten als geen ander hoe hun systeem hoort te werken en hoe ze dat hebben bedacht. Je zal volgens mij ook van geen enkele leverancier kunnen vragen, goh, kun je het achterliggende informatiemodel ophoesten en dan gaan wij kijken hoe dat werkt. Dus zij weten het beter, moeten we vanuit gaan.
wil niet zeggen dat je geen eisen mag stellen. Het resultaat is dat we nu live zijn met standaarden. We hebben de SIPs, het werd een paar keer genoemd, ja, we hebben ze niet ingebouwd, maar we hebben ze gebruikt bij de inrichting. En daar is volgens mij nog wel een verschil, want in ons geval bracht het voornamelijk heel veel discussie. En uiteindelijk was het hier kunnen we mee leven. En daarmee krijg je ook draagvlak. Als je ze inbouwt en zegt dit is het, ja, dan wordt het niet gebruikt. Dat is eigenlijk ook zonde. Dus het betekent dus dat met name de definities als input zijn meegenomen. En ook de structuur in die zips. En dat hebben we vertaald naar de Epic inrichting. Hier staat een opsomming van de belangrijkste standaarden. Want ik zeg SIP als uitgangspunt, maar dat betekent direct dat je een stuk of 20 standaarden meeneemt. Want in de SIP wordt ook vaak doorverwezen naar een DHD-diagnose, thesaurus of naar SLOMED, naar LOINC, noem maar op. En al die standaarden dienen weer een ander doel, dat is wel goed om te weten. Wat kunnen we ermee? We hebben in elk geval met elkaar afgesproken welke definities we hanteren. En het is daarmee dan eenduidig in betekenis. Wat we ook hebben bereikt is dat je binnen het zorgproces in elk geval je patiëntbejegening wat beter is. Hè? Want je hebt nu die gegevens al eenmaal vastgelegd. En de collega die patiënt later ziet, die hoeft die patiënt niet nog een keer te bevragen naar die gegevens, maar die kan die gegevens verifiëren bij de patiënt. Dat is een andere manier van communiceren met de patiënt. We hopen daarmee ook de overdracht van informatie tussen zorgverleners, dus binnen en buiten de instellingen, te vergemakkelijken. Dat doen we nu met name doordat die brieven een bepaalde structuur krijgen en je automatisch brieven kunt genereren of deels kunt genereren. Natuurlijk. Dat is vaak wel een issue ook, de authenticiteit van de gegevens. Kunnen ze dat ook goed terugzien van wie wat heeft ingevuld en daarmee zeg maar van op waarde bepalen? Ja, op een aantal dingen. Stel nou dat je als arts ziet in het dossier, die allergieën zijn nou ingevuld. Dan kun je ze beoordelen als gelezen, zeg maar. Ja, maar en daarmee... Wie ze heeft ingevuld. Ja. Ja. Het maakt voor een arts namelijk wel wat uit of een collega-arts of een assistente van een huisarts een allergie heeft ingevuld. Dat klopt, ja. Ja. Nee, je kunt wel altijd terugzien wie de bron van de gegevens is, om het even zo te zeggen. Dat zou ik denken zit in elk EPD-systeem op dit moment. In elk geval dacht ik wel. In ons oude EPD stond het er al in, dus ik denk... proces- en beslissingsondersteuning, dat is nu ook mogelijk. Hè. Denk aan je medicatiebewaking, je contraindicaties. Je hebt ook best practices die nu worden aangeboden op basis van een bepaalde set van criteria. Dus daarmee heb je al een stukje beslissingsondersteuning bewerkstelligd. Voor administratieve financiële doeleinden, die DBC die nu... deels wordt afgeleid of in elk geval beter bij elkaar wordt gegroepeerd. Dat is nu wat makkelijker. In het AMC bijvoorbeeld was het zo dat ze voorheen eerst een aparte DBC-registratie erop nahielden. Waardoor je als arts toch wel het idee had dat je dingen dubbel aan het doen was. Dat is nu veel dichter bij elkaar gekomen. Wat kun je nog meer met die gestructureerde informatie? Ja, stuurinformatie en indicatoren. Die komen er nu makkelijker uit. Ik wil nog niet zeggen dat je alles 100% eruit kunt halen. Want het is ook een beetje afhankelijk van of mensen op de goede manier documenteren. Maar je kan al veel meer dan wanneer alles in vrije tekst staat. Dan kom ik op het puntje lessons learned. Ik denk dat het begint bij de plantvorming. Van tevoren moet je gaan nadenken welke standaarden van toepassing zijn binnen je eigen organisatie. Dat is deels voor jullie al gedaan, want jullie hebben de VIP-doelstellingen waaraan jullie hebben gecommitteerd. En daarin wordt nu eigenlijk afgedwongen BGZ plus nog een extra aantal dingen. Dus, maar bedenk wel, welke doelen streef je na en hoe pas je eigenlijk de standaarden daarin? Als je gaat zeggen, wij moeten standaardiseren omdat we moeten standaardiseren, dan krijg je mensen gewoon niet mee.
Net zo simpel is het. Want dan is het, ja, maar welk probleem lossen we daarmee op? Ten tweede moet je ook goed begrijpen hoe je bedrijfsprocessen precies in elkaar zitten. En ja, hoe je die standaarden gaat gebruiken en welke consequenties die dan op je bedrijfsvoering gaan hebben. Want daar denk ik moet je toch wel snel gaan ingrijpen. Want als het misgaat in je bedrijfsvoering of in je processen, dan stagneert eigenlijk je patiëntenzorg. En dat wil je eigenlijk ook niet hebben. Dat is best wel een hoog risico. En ten derde, ja, de planvorming was voor ons, die SIPs, toch wel een goed uitgangspunt om mee te beginnen. Want dat was toch wel ons nationale standaard. Dus dat kon je eigenlijk ook wel goed verkopen, om het even zo te zeggen, aan de klankbordgroepen. Vervolgens de stakeholders. Jeroen zei het al, begin op tijd met het betrekken van de mensen die je gaat raken eigenlijk. En ja, begin ook te zoeken naar zorgprofessionals die voorop willen gaan lopen. Heel vaak wordt ook geroepen van ja, er zijn ook zoveel mensen die alleen maar weerstand geven. Vaak steek ik juist extra tijd in die mensen. Omdat je, als je eenmaal die mensen mee hebt, ze juist best wel een groot deel van hun collega's meekrijgen. En als laatste punt, governance. Absoluut belangrijk. Begin ook op tijd met het nadenken over eigenaarschap van bepaalde onderdelen in de informatievoorziening. Zo hadden we bijvoorbeeld, voor dossier hadden we twee eigenaren, een VUMC en een AMC-eigenaar, die ja, uiteindelijk eindbeslissers waren, maar die hadden ook een hele klankbordgroep, een dossiercommissie achter zich. En dat bestond uit afvaardiging van verschillende specialismen. En uiteindelijk ja, zijn wij nu in de lijnorganisatie en hebben twee CMIO's die beslissingsbevoegd zijn. En die hebben dan een hele vereniging van eigenaren eigenlijk om zich heen die weer kijken naar processen. Dus we hebben een eigenaar voor het klinisch proces, het polyklinisch proces, de logistieke kant van de poly, maar ook de IC heeft een eigenaar. En die mensen bij elkaar, die zijn dan de vereniging van eigenaren. En zij zorgen ook voor je draagvlak richting hun achterban. Dus op die manier probeer je een soort van olievlek te creëren. Ik heb ook wat knelpunten en uitvoeren opgeschreven. Als je nadenkt over eigenaarschap, moet je goed kijken naar iemand of zoeken naar iemand die keuzes durft te maken, maar ook de impact kan overzien. Dus het moet niet zomaar iemand zijn die heel snel keuzes maakt en dan later denkt over een maand van gewoon nee, misschien was het toch fout, moet het terug. Want anders ja, stagneert je project. Er is geen goed of fout, dat wil ik ook even meegeven, maar je moet wel goed weten wat de impact uiteindelijk is. Bij ons is dat best wel groot, omdat we één impact hebben of één dossier hebben voor twee ziekenhuizen. En het derde bullet bij het eigenaarschap, je moet iemand hebben die draagvlak kan creëren. Het is ook altijd zo, als een project wordt gestart vanuit ICT, om het even zo te noemen, of het meer de technische kant, dan is het ja, ICT vindt. Daar wilden we echt wel vanaf, dus daarom hebben we steeds die professionals naar voren geschoven die het verhaal vertelden. En dat werkte wel. Volgende punt in de uitvoer waren toch wel die veranderkundige aspecten. Ondanks we heel veel energie hebben gestoken in het optuigen eigenlijk van die organisatie met kernteams die regelmatig nieuwsbrieven van ons kregen en in gesprekken met ze waren, zie je toch wel dat je dat niet alleen aan het begin moet doen, maar ook gedurende het hele trajectje die mensen mee moet nemen en zelfs daarna nog. Want na het programma wil dat nog niet zeggen dat de impact wat je informatievoorziening heeft op die mensen, dat het plotseling is afgelopen. Sterker nog, het gaat door, want je bent bezig met beheer en het tweaken van het systeem en de impact is nog steeds hetzelfde, dus je hebt nog steeds dezelfde mensen om je heen nodig. Goede communicatie over het waarom je dingen doet, absoluut belangrijk. Want ik denk dat, ja, iemand noemde het al, 2/3 van de mensen in het ziekenhuis niet eens weten wat VIP is. Ja, dat maakt het niet makkelijker voor jullie om die doelstellingen te behalen. En je moet wel mensen mee hebben, want zoals ik het al eerder zei, je kan een heel mooi systeem hebben ingericht, maar als je uiteindelijk het systeem niet goed gebruikt, dan heb je doelstellingen eigenlijk niet behaald. Beetje zonde.
En de documentatie is absoluut belangrijk. Nou ja, what's in it for me als veranderkundig aspect toch altijd meenemen. Die registratielast was een mooi voorbeeld. Ja, dat is niet een winst wat je direct hebt. Dat komt op de langere termijn als het dossier beter gevuld is. Als je afspraken met je collega's hebt gemaakt over wie verantwoordelijk is voor welk stukje dossiervoering. Dus de winst zie je pas achteraf eigenlijk. Het laatste puntje is meer ja, een soort van beheer, projectmanagement ding. Je moet ook overzicht in je wijzigingsaanvraag houden en je besluiten. Want wat er nu gebeurt, ik ben vanaf het begin van Eva betrokken geweest. Dus ik weet nog wel wat er aan discussies vooraf is geweest en aan vragen. Maar er is best wel wat verloop geweest in de mensen die zich hiermee bezighouden. En wat je niet wil is steeds dezelfde discussies opnieuw voeren. En het niet van elkaar weten dat het überhaupt heeft gespeeld. Dus documentatie is belangrijk en ook de besluiten zijn belangrijk. En het waarom. Ik heb een paar voorbeelden van hoe wij om zijn gegaan met de SIPs. En ook steeds de vraag van ja, wanneer ben je dan compliant? Het stukje compliancy is niet iets wat we mee hebben kunnen nemen in de implementatie van die SIPs. Omdat het op dat moment nog niet beschikbaar was. Maar dat wil nog niet zeggen dat we ons daar niet mee bezig hebben gehouden. Dit is een voorbeeld van de pijnscore. Dit is het informatiemodel uit de SIP. En wat hier eigenlijk staat, is dat je verschillende pijnmeetmethodes hebt. Die NRS, die FAST-10 en de FAST-100. Maar ja, in het AMC en VUMC gebruiken we geen FAST-10 en FAST-100. Dus wat doe je daarmee? Je kan het wel gaan inrichten, maar als niemand het uiteindelijk gebruikt, is het eigenlijk alleen maar vervuiling van je scherm. Dus wij hebben gezegd, nou, we gebruiken hem niet, dus we richten hem ook niet in. Maar we hebben wel andere scores die specifiek zijn. Die komen natuurlijk niet voor in die SIP, want dit is een generieke SIP. Die willen we wel hebben. Dus in dit geval hebben we gezegd, nou, vast 10, vast 100 niet. Maar wel die andere scores, zoals die vlak en de repos en de comfort. Dat is onze keuze geweest. Deze is ook leuk, die is de allergie. Die is heel uitgebreid als je naar het model kijkt. Ik denk dat heel veel mensen nu zeggen, wat is dat nou? Maar daarvan hebben we gezegd van ja, weet je, we kunnen dit wel gaan bouwen. Maar, en daarmee dus ook de keuze maken om de functionaliteit die Epic biedt niet te gebruiken. Maar de impact is best wel groot, want daarmee heb je dus weer die medicatie-allergiebewaking niet. Dat wil je weer niet hebben. Dus we hebben toen besloten van nou ja, best wel veel van die attributen hier zijn optioneel. Hoe erg is het nou als wij die niet meenemen en gewoon hiermee aan de slag gaan? Ook weer een keuze geweest en tegelijkertijd zijn we ook in gesprek met Epic om te kijken van goh, hoe kunnen we dichter bij dat model komen? De verplichting heb je er wel even mee. Ja, maar dat zijn er eigenlijk best wel weinig. Ja, ik zie inderdaad ja. Twee. Ja, klopt. Die veroorzakende stof is eigenlijk het agens en daar staat een symptoom en dat is eigenlijk de reactie. En als derde voorbeeld is temperatuur. Dit voorbeeld heb ik erin gedaan om weer te geven dat het onder water, dus eigenlijk maar in de database is het wel hetzelfde item. Maar dit is een screenshot uit de polyklinische workflow, om het even te noemen, het schermpje uit de polyklinische. En dit is een schermafdruk van de klinische vitale gegevens. Dus het ziet er anders uit, maar dat komt omdat het te maken heeft met verschillende applicaties. Maar ja, als je het hebt over de definities en de database, dan schrijft het allemaal weg naar hetzelfde datapunt. En daarmee heb je dus ook weer die continuïteit van data gewaarborgd. Dus bij het gebruik van informatiestandaarden en specifiek die SIPs, heb je te maken met een aantal overwegingen die je steeds moet doen. Want die SIPs die zijn neutraal, dus die kun je eigenlijk ook niet 1-op-1 vertalen naar, nou ja, je hebt 10 attributen bij zo'n SIP, dus dat zijn 10 velden. Dat is vaak gewoon niet zo. Je moet heel goed kijken naar wat er staat in zo'n SIP. G heeft ook al verteld, hè, die SIP die is use case onafhankelijk, dus je kunt hem gebruiken voor je aanleveren en je kwaliteitsregistraties, maar ook voor je inrichting van je EPD. Maar dit is dus het voorbeeld. Dus als je een SIP gebruikt, moet je even goed kijken voor welke
use case je hem gebruikt en hoe je hem daarvoor kunt inzetten. Even kijken. Ja, als je ook kijkt naar de mogelijkheden van het systeem, moet je ook kijken naar hoe kun je die gegevens op het scherm aanbieden in het proces. Kijk, wij kwamen van een heel oud IPD, dus daar was het zo dat ja, dat schermpje je in alle situaties ziet. Dus in de kliniek zag je hetzelfde schermpje als in de poli, als op dagbehandeling, noem maar op. En nu met het moderne EPD kun je tweaken welke gegevens je eigenlijk op welk moment aan de gebruiker kunt, aan welke gebruiker kunt aanbieden. Dat is wel fijner. Een software in dit geval was dus in Epic. Daarmee heeft dus elke leverancier ook weer zijn eigen werking. Vandaar dat ik ook zei dat je wel steeds in gesprek moet blijven met je leverancier. De consequenties van het gebruik van SIPs in ons geval is dat we ja, soms een uitbreiding hebben moeten doen op bijvoorbeeld de waardelijstjes die er zijn. Soms een inperking of in sommige gevallen zelfs een mapping moeten doen om, ja, om eigenlijk onze praktijk te blijven volgen en tegelijkertijd die standaardisatie daarin mee te krijgen. Dus een beetje afweging, model, SIP versus werking van het systeem ook steeds. Dan dus mijn laatste slide, de stand van zaken in de planning. We hebben nu die 42 medische SIPs echt gebruikt bij de inrichting. Die 44 verpleegkundige SIPs die zijn niet expliciet meegenomen, maar als je heel snel door die lijst gaat, dan denk je, nou ja, ze zijn er eigenlijk wel in, maar waarschijnlijk niet op dezelfde manier. Dus wat we hebben gepland is dat we een soort van kwaliteitscheck gaan doen om meer in ja, detail in kaart te brengen ja, op welke punten onze inrichting afwijkt van wat de SIP eigenlijk voorschrijft. Dat lijkt heel erg op wat jullie hebben moeten doen voor de nulmeting, dacht ik, die spreadsheet. Dat doen wij in onze data dictionary, zodat ik ook bij kan houden op het moment dat er een wijzigingsverzoek komt, wat voor impact dat heeft op SIP, of het überhaupt een relatie heeft met de SIP bijvoorbeeld. We zijn ook heel hard aan het nadenken over het beheer van die SIPs. Ja, wat gaan we doen als er nieuwe versies uitkomen? Ja, daar ben ik nog niet helemaal uit. Want het is ook een beetje afhankelijk van hoe NICTIS gaat communiceren dat er nieuwe wijzigingen voorkomen. Aan de andere kant ook van goh, welke eisen stellen wij? Zeggen wij lopen één versie achter of zeggen we moeten altijd up-to-date zijn? Dus het is ook een beetje afhankelijk van welke capaciteit resources we nog hebben. Maar ook andersom ben ik nu bezig met een proces om ook als wij discrepanties zien tussen de SIP en onze inrichting en het zinvol is om bijvoorbeeld de SIP aan te laten passen, hoe dat proces gaat lopen. Volgens mij ben ik nu vanuit het AMC en VUMC de enige die wijzigingsverzoeken in kan dienen. En dat kan natuurlijk niet. Verder kijken we ook samen met andere collega's van Epic Huizen welke rol de leverancier hierin heeft. Toen wij begonnen met de implementatie van Epic, toen waren die SIPs eigenlijk net nieuw. Dus die hebben ze op dat moment ook, ja, die hadden ze gewoon niet in hun scope. Ze zeiden van ja, nee, wij kunnen standaarden aan. Dus ja, daar gaan we maar vanuit. Maar uiteindelijk heeft onze implementatie er wel toe geleid dat die gegevenselementen nu wel in hun core dataset zijn opgenomen. Waardoor het eigenlijk voor nieuwe klanten wat makkelijker is om te kijken waar wat staat en dat dan weer opnieuw te gaan gebruiken. Voor bestaande klanten is dat een stuk lastiger, omdat wij nu dan weer met migratie en conversietrajecten gaan zitten. Maar goed, so be it. En ja, wat ik ook mee wil geven, we hadden het ook al gezegd, hè, we hebben van die leveranciersbijeenkomsten. Elke leverancier gaat er anders mee om. Epic zegt, het zit in een core dataset. Ze hebben mappings sheets aangeleverd, maar het is ook weer niet zo dat je het altijd standaard zo aangeleverd krijgt van en dit is het. Je moet toch altijd een deel zelf gaan configureren. En dat is op zich ook logisch, omdat je toch wel wil dat je inrichting aansluit bij je praktijkprocessen. Van chips of weet ik niet helemaal zeker, maar zij zeggen dat dat gewoon hard in hun standaard content zit. Dus we zijn benieuwd. Dat was mijn laatste sheet. Hier staat nog een e-mailadres van mijzelf. Mochten er vragen zijn, dan kunnen ze nu beantwoorden. En anders via de mail. Mag altijd.